Goedemorgen. Een grote groep. Heel goed. Goedemorgen jullie. Nationale feest- en gedenkdagen Oldenzaal, heet ik u allen van harte welkom. Mijn naam is Nolet Bult en ik ben de ceremoniemeester van het comité. Een hartelijk welkom aan de kinderen van groep 8 van de Winterbos. Zij leggen straks bloemen bij in totaal 29 graven. In Nederland, maar ook in Europa en verder buiten, voor onze vrijheid hebben ingevuld en vervuld. Maar ook mooi dat dit keer de Winterroos erbij is. Het weer een groep 8. Dus ik hoop dat jullie groep 8 zijn. Klopt, is hij al geknikt. Die samen met ons deze ochtend invulling geven. Ik weet niet hoe het jullie even gaat, maar ik kan me best wel voorstellen dat 2 april geen bepaalde of speciale betekenis voor jullie heeft. En dat had het voor mij ook heel lang niet. Zeker toen ik jullie leeftijd had, toen zei 2 april niets voor mij. 4, 5 mei, ja, daar stond ik wel met mijn familie bij stil. Want dan ben je ook een aantal minuten stil, zeker op 4 mei. En op 5 mei vier je de vrijheid, de bevrijding. Maar wat is nou 2 april? Nou, 2 april heeft een hele bijzondere betekenis voor Oldenzaal. Want op 2 april 1945, 79 jaar geleden, is Oldenzaal bevrijd. We gaan nu zo dadelijk de vlag hangen. En ook dat is weer een mooi symbolisch moment om weer stil te staan bij wat vrijheid voor ons allemaal betekent. Tot zo, dan zien we elkaar op de begraafplaats. Dank jullie wel. We gaan deze kant op voor. Ga je maar zo'n beetje rondstaan. Hier zo'n beetje rondomheen. Hier staan we bij het graf van Benny Krupers. Hij is overleden op 12 mei 1945. 17 jaar oud. En ook hij raakte gewond tijdens de vreselijke ontploffing
op de Grote Markt en overleed 3 dagen later. Benny was kantoorbediende. Daarnaast ligt het graf van Gerrit-Jan Raken, 18 jaar oud, ook tijdens de ontploffing omgekomen. Ook hij was kantoorbediende. Dankjewel. 13 graven van Engelse militairen. Deze 13 Engelse militairen zijn omgekomen in de 9 dagen na de bevrijding van Oldenzaal op 2 april. En zoals jullie weten, pas een maand later, 5 mei, was de oorlog echt helemaal afgelopen en was heel Nederland bevrijd. Ik ga van alle militairen de naam noemen en telkens na elke naam mogen jullie samen met de burgemeester een bloem leggen. Wee William Haler, 19 jaar, Guardsman, Grenadier Guards. Charles Green, 29 jaar, driver bij de Royal Army Service Corps. Alfred Massey, 32 jaar, private, de Royal Norfolk Regiment. Donald Clark, 19 jaar, Guardsman bij de Welsh Guards. Herbert Culling, 21 jaar, Guardsman bij de Scottish Guards. Kenneth Thompson, 19 jaar, Rifleman, London Irish Rifle. John Livesey, 35 jaar, Sapper, Royal Engineers. Douglas Davies, 24 jaar, Lieutenant Corporal. Les Hinks, 23 jaar, Private, the Royal Warwickshire Regiment. James McLelland, 19 jaar, Guardsman bij de Scottish Guards. F.G. Lelland, 41 jaar, Lieutenant Colonel Royal Army Services Corps, ontving een Franse onderscheiding, het Croix de Guerre. G.E. Moyes, 19 jaar, Private, de South Lancashire Regiment. Alexander Gibb, 30 jaar, driver bij de Royal Signals. En ik wil iedereen vragen om een moment van stilte. Dan wil ik nu de kinderen hier bij de microfoon vragen die een gedicht gaan voorlezen. Ik denk na wat ik zou doen. Vluchten, vechten, blijven thuis. Is er voor mijn achterhuis? Vluchten, waar ga ik dan heen? Kan mijn familie mee of moet ik alleen? Kan ik met mijn vrienden blijven praten? Moet ik echt alles achterlaten? Ik was stil om stil te staan. Bij toen en nu, bij altijd verdriet. Ik wil vrede en vrede leven. Oorlog, dat wil ik niet. De Tweede Wereldoorlog. Zoveel doden in die 5 jaar. Het leed dat toen geleden is. Tranen die nog steeds stromen. Nu, 78 jaar later. We eren nog altijd de gevallenen. Elke 2 april herdenken wij het leed dat geschied is van Oldenzaal. Zelf heb ik het niet meegemaakt, maar zou 2 april altijd herdenken. Zij waren net als ons. Hun waren ook mensen. En dat zal ik altijd eren. Dus een liter.
bedank jullie wel voor jullie gedachten en het mooie gedicht. En met jullie gedichten is aan deze herdenking een einde gekomen. En ik wil graag de kinderen, jullie allemaal van groep 8 van de Winterroos en jullie begeleiders namens de burgemeester en het comité Feest en Gedenkdagen hartelijk bedanken voor alle mooie, bijzondere gedichten, ook jullie bloemen. En ook namens de andere belangstellenden en de veteranen hartelijk dank voor ieders komst. Laten we onze vrijheid koesteren. En het is goed hier vandaag bij stil te staan. Vooral ook nu, nu er veel onrust in de wereld is en het heel dichtbij voelt. Vrijheid, verdraagzaamheid en tolerantie, zoals we dat hier kennen, zijn zeker niet vanzelfsprekend. Zorg goed voor elkaar. We besluiten deze ceremonie met het zingen van het eerste couplet van het Wilhelmus. Ik zal weer. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed, en vaderland getrouw, blijf ik tot in den dood. Een prins van Oranje ben ik. Ben koning van Hispanje, heb ik altijd geëerd. Ik ga even.